dan ga ik met deze facial tools, dat zijn een soort massage tools, ga ik ook van binnen naar buiten. Hi folk, mijn naam is Anneke Molenaar, ik ben model en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn nighttime beauty routine. Ik heb net gedoucht en ik ga jullie nu stap voor stap uitleggen hoe ik mezelf klaarmaak om naar bed te gaan. Ik vind het heel belangrijk dat ik ga slapen en dat ik zeker weet dat alle viezigheid van mijn gezicht af is. En dat doe ik met dit apparaatje van Foreo. En daarop doe ik een beetje van de Ultra Facial Cleanser van Kiehl's. En dit apparaatje zorgt ervoor dat alle dode huidcellen en de laatste viezigheid van mijn gezicht afgaan. Ik doe dit of onder de douche, of als ik in bad zit, of vlak na het douchen, als mijn huid nog een beetje vochtig is. En wat dit apparaatje betreft ben ik zeker weten geïnfluenced. Ik zag dit apparaatje bij iedereen. En ik moet zeggen, ik ben er echt heel blij mee. Daarna is mijn huid echt heel lekker zacht. Nou, deze duurt ongeveer 30 seconden. En dan haal ik de cleanser of met een natte handdoek of met gewoon water van mijn gezicht af het meeste. Om echt de laatste viezigheid van mijn gezicht af te halen, pak ik een watje met het micellair water van Bioderma. Als ik één product zou mogen kiezen om mee te nemen als ik op reis ga, is het zeker de cleanser van Bioderma. Ik denk dat er geen modellen zijn die deze cleanser niet gebruiken. Het komt bijna niet voor dat het op de set niet wordt gebruikt. Kijk, er komt echt nog veel viezigheid van mijn gezicht af. En dan heb ik al gedoucht. En met de Foreo, nu moet mijn gezicht echt wel schoon zijn. Als ik zeker weet dat mijn gezicht schoon is, dan spray ik deze Eau de Beauty van Claudalie. Deze spray ruikt super lekker. Het ruikt een beetje naar mint. En die zorgt ervoor dat je poriën dicht gaan. Vervolgens ga ik met deze facial roller over mijn gezicht heen. Ik rol altijd van binnen naar buiten en van beneden naar boven. Het idee hiervan is dat je als het ware het vocht in je gezicht wegrolt. Dat is het idee. Hier en hier zitten je lymfeklieren, ook hier. Als je dus naar de buitenkant van je gezicht afrolt, naar je lymfeklieren toe als het ware, dan is het de bedoeling dat je lymfeklieren vervolgens het vocht afvoeren. Ik heb deze roller van mijn moeder gekregen als cadeautje. En mijn moeder die zegt, in mijn tijd hadden ze deze rollers niet. Dus die heeft ze vroeger nooit gebruikt. Maar ze had wel heel graag gewild dat ze hem vroeger al hadden. Eigenlijk is het meer voor 's ochtends. Maar als ik dit doe vlak voordat ik ga slapen, dan zorg ik ervoor dat ik 's ochtends wakker word met een iets minder opgezwollen gezicht. Onder mijn ogen vooral, van binnen naar buiten. Oké. Dan heb ik hier de honing lip scrub van Lush. In deze wintertijd dat mijn huid zo droog is en het zo vaak buiten verandert van temperatuur, krijg ik vaak velletjes om mijn lippen. En dan pak ik deze lip scrub en die doe ik om mijn lippen. En dat wrijf ik een beetje heen en weer om de laatste velletjes weg te halen. Je kan deze lip scrub ook zelf maken. Het is gemaakt alleen maar van honing en suiker. De suikerkorreltjes die zorgen ervoor dat je die velletjes makkelijk weg kan wrijven. Het is ook nog echt heel lekker. Het staat er ook op dat je gewoon weg kan likken. Of je haalt het natuurlijk gewoon weg met een natte handdoek of wat water. En nu heb ik mijn huid schoon gemaakt, mijn lippen geëxfolieerd. En nu ga ik juist mijn lippen weer wat invetten. En dat doe ik altijd met Purel. Ik vind de 8 Hour Crème van Elizabeth Arden ook heel lekker. Maar die is op. En ik woon in Terrein en we zitten op dit moment in lockdown. Dus ik heb helaas niet de luxe om naar de pharmacy te gaan en al mijn beautyproducten te kopen. Maar ik vind die Purel ook heel lekker. Dat gebruikte ik als kind al. Als ik hem ruik, dan moet ik echt heel erg aan vroeger denken. Ik heb mijn lippen ingesmeerd. Dat doe ik eigenlijk elke avond. Zodat ik 's ochtends niet wakker word met hele droge lippen. En zeker als ik dit lipscrub heb gebruikt. Altijd als ik exfolieer, dus ofwel met de Foreo of met een scrub of met deze lipscrub, dan zorg ik er wel altijd voor dat ik er daarna mijn huid of mijn lippen goed hydrateer. Zodat het niet te droog wordt.
En 's avonds ga ik eigenlijk altijd slapen met dit masker van Kiehl's. De Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Deze is zo fijn. Ik hou niet van hele vette crèmes. En dit is een soort gel. Dat zie je ook wel. Het wiebelt een beetje. Daar doe ik een dikke klodder van op mijn gezicht. En dat begin ik in te smeren. Dit masker kan je de hele nacht oplaten. Als mijn huid heel droog is, dan trekt het heel snel in. Maar over het algemeen, met dit masker, omdat het zo jelly is, heb ik genoeg tijd om mijn gezicht ook te masseren. Want dat doe ik 's avonds altijd. Nu gaat het leuke deel beginnen. Altijd mijn nek meenemen. Het schijnt dat je daar als eerste je leeftijd laat zien. Oké, dan ga ik met deze facial tools, dat zijn een soort massage tools, deze twee, deze ga ik ook van binnen naar buiten en van beneden naar boven over mijn gezicht halen. Vaak doe ik dit 's ochtends, als ik een ander masker op heb. 'S ochtends, als je een korte nacht hebt gehad, of als je lang in het vliegtuig hebt gezeten, of nu doe ik het dus 's avonds voordat ik ga slapen, zodat ik morgenochtend wat knapper wakker word. Deze facial tools, daarvoor heb je echt of olie op je gezicht nodig, of dus zo'n lekkere gel, of je huid moet nat zijn, omdat anders raak je huid er geïrriteerd van. En dit masker van Kiehl's is daar dus heel fijn voor, want nu op dit moment is het masker nog steeds niet ingetrokken en dan kan je de tools nog steeds gebruiken. Hij trekt langzaam in en als ik met deze twee wil werken is dat heel erg fijn. Dus ik doe het eerst met die tools en dan doe ik het met mijn handen. Dan wrijf ik eigenlijk nog op precies dezelfde plek als de tools. Wrijf ik ook van binnen naar buiten. Hier op dit moment mijn kaaklijn. Van binnen naar buiten. En hier van de lymfeklieren naar beneden. Dat het vocht wordt afgevoerd. Kan je ook zo doen met twee vingers. En je huid wordt er wat rood van. Maar dat is alleen maar de doorbloeding. En dan zo naar beneden doen. 'S avonds vind ik het ook heel lekker om hier de zijkant om slapen te masseren. Of hier zo tussen mijn wenkbrauwen. Ik heb dit Doutzen zien doen en ik heb het Hailey Bieber zien doen. En ik bedoel, jongens, dan weten we in ieder geval zeker dat het geen kwaad kan. Wat wel leuk is om te vertellen. Deze twee facial tools die zijn gemaakt van avonturijn. En dat is een soort natuursteen. Als het volle maan is, leg ik al mijn facial tools, dus ook de facial roller. Is ook gemaakt van avonturijn. Die leg ik dan bij het raam. Zodat ze als het ware de kracht van de volle maan kunnen opzuigen. Avonturijn heeft een rustgevende werking. Dus als het ware zorg je ervoor op die manier dat je huid wat rustiger wordt. En mocht je dit nou heel zweverig vinden, de facial tools werken ook zonder de kracht van de volle maan. Dit product gebruik ik ook echt al heel erg lang. Dit is een olie van Luxe. En het is eigenlijk goed voor alles. Als ik een hele droge huid heb, smeer ik het soms zelfs op mijn gezicht, op mijn armen, mijn hele lichaam eigenlijk. En het ruikt super lekker. Het kan ook in je haar, doe ik het in de puntjes van mijn haar. En 's avonds, als ik ga slapen, dan doe ik deze primer van Guizot in de punten. Dan vervolgens ga ik slapen of met een knot of met een vlecht. Dan doe ik gewoon een elastiekje in. Dan 's ochtends word ik wakker met een lichte beach wave. 'S ochtends een beetje schudden, haarlak. Op die manier zorg ik ervoor dat er iets van volume in mijn haar zit. Dan draai ik er op deze manier een knot in. En last but not least, deze parfum van Armani Privé. Het is mijn favoriet. Het is unisex. En ik bedoel, die wil ik nou niet lekker uit dat hij gaat slapen. Nou jongens, dat was het. Ik ben klaar om naar bed te gaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie nog tips hebben voor mij, let me know.